Dames en heren, voor schaamteloos vroegen ze mijn etsen van de vogels van de Poolse-Joodse schrijver en graficus Bruno Schulz. En ze vroegen me of ik iets meer over die vogels, over Schulz en mijn verbintenis met hem wilde vertellen. Een eenzijdige verbintenis. Een dode kan niets aannemen, niets terugdoen. In april 1971 neem ik Schulz uit de boekenkast van mijn vader. Op de tweede pagina weet ik dat ik door die wereld heen moet, dat ik wat ik ervaar moet vastleggen en dat ik voor deze tocht de ets nodig zal hebben, de plaat en haar afdruk. Na haast 7 jaar lezen en herlezen, af en toe wat krabbels en het onder de knie krijgen van de etstechniek, komt het eind 1977 als bij een ziekte die je allang onder de leden hebt tot uitbraak. En na een eerste schetsmatige doorloop bijten zich er tot mei 1983 300 scènes als vanzelf in het zing. Ik heb daarna nooit meer een ets gemaakt. Wie was Bruno Schulz? Bruno Schulz werd op 12 juli 1892 geboren in Drohobyč, in het koninkrijk Galicië en Lodomerië, een kroonland van Oostenrijk dat na 1918 onder Pools bewind kwam te staan. Op 19 november 1942 schoot de Gestapo-officier Günther Bruno Schulz in Drohobyč dood. Ik was toen 2 jaar oud en woonde in Berlijn. Schulz was klein en lelijk, zegt Olga Axelme, begin september 1979 in Warschau. Ze kende hem van Lemberg, een malle oom. Hij was, nee, niet gebocheld. Zijn rug was wat vergroeid. Hij was een zelfmoordkandidaat. Hij was bang voor de alles verslindende vrouwelijkheid. Hij ging nooit verder dan tot aan de schoen. Zijn hals was erg dun, zegt de Poolse dichter Jerzy Wieczowski me eind oktober 1980 in Warschau en grijpt naar zijn eigen dunne hals. Heel zijn leven heeft hij gewijd aan Schulz. Hij heeft hem niet zelf gekend. De Poolse schrijver Witold Gombrowicz, 12 jaar jonger dan Schulz, schrijft desgevraagd in 1961 vanuit Argentinië over hem. Bruno gaf bij voorbaat en onvoorwaardelijk. Nooit ben ik een vrijgeviger mens tegengekomen. Bruno was een masochist. Een eeuwige, een ontembare masochist. Nooit raakte je dat gevoel in zijn nabijheid kwijt. Hij had niet het spul om heerser te zijn. Een gnoom, klein, met een reuzenhoofd, te bang om de fut te hebben, sloop hij langs de randen van de uitrafelende periferie van het bestaan. Schulz kende zich het recht tot bestaan niet toe.
Hij zocht de eigen vernietiging. Niet dat hij van zelfmoord droomde. Zijn streven was er gewoon op gericht om in niet-zijn op te lossen. Anders dan bij Kafka was dit streven niet met schuld belast. Als een ziek beest betaamt, beval zijn instinct hem om opzij te stappen en te verdwijnen. Bruno was een vals asceet, een wellustige heilige, een geile monnik, een nihilistische schepper. En hij wist het. Hij ging naar de kunst toe als naar een meer om erin te verdrinken. Aan de oever ging hij door de knieën. Zover Gombrowicz en de getuigenissen van Derren. Maar Schulz en de vader uit zijn teksten gaven niet op. Op het laatst schrijft Schulz, meenden zijn vader in een krab te hebben herkend die telkens binnenkraste als zij aan het eten waren. Uiteindelijk raapten ze die krab op, kookten vader en vingen hem in gelei op een diep bocht. Ze lieten die blubber stijf afkoelen, deden daar wat ketchup overheen en zetten hem op tafel. Op een ochtend was het bocht leeg. Op zijn rand lag een poot in een mengsel van ketchup en platgetrapte gelei. Oké, dames en heren, op naar de vogels. Als u een beetje meekomt. Ik heb me gepermitteerd om erin te snoeien en ga hier en daar mijn eigen kleine woorden gebruiken. Gele winterdagen braken aan. Van de kou en verveling verharden de dagen als oudbakken broden. Je sneed ze aan zonder eetlust, met botte messen en lome slaperigheid. Onder hels kabaal streken iedere avond legioenen van kraaien neer op de zwarte takken van de bomen bij de kerk. Met het ochtendgloren stegen ze met net zo'n kabaal weer op. Vader kwam niet meer buiten. Hij hield de kachels brandende. Bestudeerde het nooit doorgronden wezen van het vuur, hurkte uren voor de open haard. Met liefde voerde hij allerlei reparaties in de hoogste gewesten van de kamer uit, kennelijk intens genietend van het vogelperspectief. Net als Schilders gebruikte hij daarbij de ladder als een paar reusachtige stelten. Handenwringend en hoofdschuddend stond de moeder erbij. O God, o God, o God, o God. Nee, ze had geen enkele invloed op vader. Voor Adela daarentegen, de in rang hoogste meid, koesterde hij diepe eerbied en ontzag. Het doen van de kamer was voor hem een groot, een belangrijke ceremonie die hij nooit verzuimde bij te wonen. Al haar handelingen gadeslaand met een
mengeling uit vrees en verzadigd huilen. Schoof Adela met de schrobber aan een lange steel met koele jonge bewegingen over de vloer, stroomden de tranen hem uit de ogen. Zijn gezicht schudde van een stille lach en zijn lijf schrokte van het verlustige spasme van een orgasme. Adela hoefde maar met een vinger naar hem te wijzen en een kikkelbeweging alleen maar aan te duiden of hij vluchtte in wilde paniek door alle kamers, alle deuren achter zich dichtslaan om in de laatste tenslotte voorover op bed te storten, kronkelend. Onder lach stuipend. Adela had hierdoor een welhaast onbeperkte macht over hem. In die tijd bespeurden we voor het eerst een hartstochtelijke belangstelling voor dieren bij vader, die zich gauw beperkte tot vogels. In een latere fase nam die belangstelling een griezelige, verwarde, diep zondige en tegennatuurlijke wending die het daglicht eigenlijk niet kon velen. Het begon met het uitbroeden van vogels. Kosten nog moeite sparend liet vader uit Hamburg, Nederland, Afrika bevruchte vogeleieren komen die hij door reusachtige Belgische kloeken liet uitbroeden. Toen de weilige hulsels van die kiemen van leven na weken openbarsten, stroomden de kamers vol met een kakelbonte warboel. Er is me vooral één condor bijgebleven. Een geweldig beest met een geprononceerde haaksnavel, een kale hals en een gerimpeld met uitgroeisels bezaaide kop. Wanneer die in monumentale houding één oog overtrokken met een wit vlies tegenover vader zat, leek hij een oudere broer van vader. Een uitgedroogde, wat verkleinde mummie van hem. Opmerkelijk dat de condor dezelfde nachtspiegel gebruikte als vader. Vaders drift tot vernieuwing der vogelexemplaren leidde ertoe dat hij op zolder vogelbruiloften organiseerde. Hij stuurde koppelaars uit en bond aantrekkelijke, smachtende bruiden vast in de holen en gaten van het dak. Al gauw legde hij ook beslag op de tweede zolderkamer. Een rommelhok. Vandaar klonk in de prille ochtend al een chaotisch geklep van vogelstemmen en versterkt door de ruimte onder het dak
galmden de klankkasten van de kamertjes van een kolossaal kabaal. Van gefladder, gekraai, gebalder, gesnater. Vader kwam slechts af en toe nog naar beneden. Aan tafel sprong hij soms op en liet met zijn armen wiekend een langgerekt gekraak. Horen. Terwijl over zijn oog een nevelig vlies trok. Beschaamd lachte hij daarna met ons. Tijdens de grote schoonmaak stond Adela onverhoed in de deuropening van dit rijk. Vertwijfeld holde ze door die stank die de lucht bezwangerde, de hopen uitwerpselen op vloeren, tafels, meubels, trok het raam open en wervelde een furie gelijk de hele bende met haar lange bezem op en werkte haar het raam uit. Met zijn armen slaand probeerde vader met zijn geliefd broedsel mee op te staren. Uiteindelijk stonden er een uitgeput hijgende Adela en vader met een gezicht van lappen die bereid was iedere capitulatie te aanvaarden tegenover elkaar. Even later kwam hij de trap af.